Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met Jasper Hoijmeijer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Hij is docentenopleider en dat vind ik eigenlijk altijd wel hele interessante mensen, want ja, die moeten het wel goed doen. En hij ging aan de slag met het hybride lesgeven en ook daarin ben ik erg geïnteresseerd, want dat leek mij best wel ingewikkeld. Jasper, wil jij je eerst zelf even voorstellen? Ja, dat zal ik even doen. Goedemorgen allemaal. Ik ben Jasper Hoijmeijer, leraaropleider op de leraaropleiding Engels van de faculteit onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam. En daarnaast ben ik ook nog coördinator werkelijk leren. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alle stages van onze studenten op de stagescholen. Dat ben ik. Lastig onderwerp, hè, die stages op het moment. Dat is nu een hele bijzondere en bijzonder en lastig onderwerp. Laten we daar niet over beginnen. Nee, we gingen het over hybride lesgeven hebben. Wat ik ook een lastig onderwerp vind, want ik heb daar wel mooie, van de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld, een hele mooie setup van gezien. Dacht ik, nou, daar is behoorlijk veel aandacht en tijd aan besteed. Maar ik dacht gelijk, oh ho, hoe gaat dat als ik als docent dus een groep op locatie heb en een groep op afstand. Jij hebt ervaring, want je hebt het inmiddels 3 keer gedaan. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring. Nou ja, dat is, zoals met heel veel dingen die nieuw zijn, is het een ervaring waar je per keer dat je het doet, heel veel dingen leert. Dus de eerste keer maakte ik bijzonder veel foutjes. Maar van fouten kun je leren. En fouten geven je de mogelijkheid om te groeien. Met je er op een goede manier op terugkijkt. Dus dat heb ik gedaan. Mijn eerste ervaring was, ik merkte dat ik op zich wel contact maakte met de groep in het lokaal, maar dat ik het contact met de studenten thuis heel erg kwijtraakte. En dat mijn techniek, de technische ondersteuning niet helemaal lekker liep. Dus ik had mijn laptop aangesloten, ik had daar een Teams link voor aangemaakt, maar dat was het. Wat ervoor zorgde dat ik eigenlijk niet heel veel kon zien. Althans, ik kon veel dingen zien, maar mijn studenten thuis konden niet heel veel dingen zien. En ze konden mij ook niet volgen in het lokaal, dus ik moest vrij statisch blijven staan. Dat is niet erg als dat je stijl is, maar dat is niet mijn stijl. Ik beweeg graag. Ik zit nu op een stoel, maar nog steeds beweeg ik, want dat is nou even wat ik doe. Dus daarvan geleerd hebbende, dacht ik, nou ja, er moet eigenlijk een manier zijn om gevolgd te worden. En daar heb ik toen een AOL voor gebruikt, een fatsoenlijke microfoon neergezet. En dat zorgde er wel voor dat ik in ieder geval technisch wat beter ondersteund werd. En dat dus ook wat meer kon rondlopen. Mm-hmm. En dat dynamische zorgde er ook voor dat ik weliswaar op veilige afstand van mijn studenten in het lokaal. Maar wel dat ik bewuster was van mijn studenten die thuis zaten, omdat ik die wel in beeld had. Die had ik onderin in Teams in beeld. Dus als ik afstand nam van mijn scherm waar ik voor stond, kon ik daarmee aan de slag. En dat hielp gewoon enorm om daar gewoon mee verder te gaan. Ja. Nou, dus dat. Dus wat praktische problemen, maar ja, dat is oplosbaar. Hè. Techniek is altijd oplosbaar, denk ik altijd maar. En hoe ben jij dat dan gaan inzetten in je onderwijs? Je bent docentenopleider, dus daar heb je vast over nagedacht. Heb je gewerkt met opdracht? Peter, heel even wachten hoor. Ik word nu dus door een van mijn kinderen geroepen. Ja. Dus even een pauze kunnen zetten om... Daar ben ik weer. Ja, prima. Excuus. Nee, geeft helemaal niks. Ik vind het alleen maar prima. Wat zei ik? Ik zei, de techniek, dat komt goed. Want er gaan ook mensen naar de maan, zeg ik dan altijd maar. Dus dat is allemaal peanuts. Maar heb jij nagedacht over de manier waarop je dan met die interactie aan de slag gaat? Want ja, er is een groep. Ja. Ergens en er is een groep bij jou in de zaal en verbind die maar, hè? Ja, dat is in het begin is dat vrij lastig, maar het voordeel van die techniek is dat je ook de mogelijkheid hebt om een breakout room te creëren. En op het moment dat je studenten instrueert die in het lokaal zitten, dat ze ook hun laptop meenemen, dan kunnen zij met diezelfde breakout in dezelfde breakout room als je studenten die thuis zitten. Ja. Nou, en dan is de kwestie van die ruimtes aanmaken. Aangeven dat iedereen zijn oortjes in moet doen. En dan kunnen ze met elkaar samenwerken in de samenwerkingsvorm die het document geeft.
En dan kom je ook weer terug naar de effectiviteit die je in je gewone les ook zou hebben. Op het moment dat je studenten aan de slag gaan met de stof die je ze aanbiedt, ja, dan is je effectiviteit vele malen hoger dan als je alleen maar een hoorcollege geeft. Dus als je alleen maar informatie naar voren gooit en dat erin probeert te pompen en dan ze daar vervolgens niet mee aan de slag laat gaan, dat heeft geen zin. Dus dan is het ook makkelijker om dan te zeggen, oké, laat ze in kleine groepjes aan de slag gaan met de stof die ik op dat moment aangeboden heb of de stof die ze eerder bekeken hebben. Je kan filmpjes online zetten waarbij je zegt, nou, kijk in je groepje nog dat filmpje en bespreek dat met elkaar. Het mooie is dat je dus in ieder geval de studenten in het lokaal hoort en met elkaar hoort spreken. En dus ook daaruit op kan pikken hoe het gesprek gaat en hoe het gesprek verloopt. Ja. Tegelijkertijd, op het moment dat het klaar is, dan kan je aan de mensen thuis, als je de juiste techniek hebt, dus als je zo'n aula hebt, dat heeft ook een aardige speaker erin zitten. Dan kan je ook aan je publiek thuis, om maar even zo te zeggen, vragen. Oké, hoe ging het? Wat heb je gedaan? Wat heb je besproken? Etcetera. Dus wat dat betreft kan je heel sterk wisselen tussen de mensen die je lokaal hebt en de mensen die je thuis hebt. Je moet je er alleen continu van bewust zijn dat er maar een deel van de mensen thuis zit, of in het lokaal zit, en een groot deel thuis zit. Mm-hmm. Op het moment dat je daar actief mee bezig blijft, dan gaat dat goed. En op een gegeven moment dan doe je het vaker en vaker, en dan wordt het gewoonte, en dan gaat het prima. Ja. Ja, oh, dat klinkt logisch. Ja, neem een laptop mee. Ja, moeilijk kan het zijn. Denk jij dat je dit ook met bijvoorbeeld met hele grote groepen kan aanpakken? Want ik weet, je hebt geloof ik 30 studenten, toch? Ongeveer. Maar, ja, 30. Dat lijkt me redelijk controleerbaar. Maar er zijn natuurlijk ook de situaties met 300, 400 studenten. Is dan dat hybride onderwijs, is dat dan een oplossing? Het lastige aan, kijk, als je met 300 of 400 mensen tegelijkertijd zit, dan vind ik het al geen onderwijs meer. Maar goed, dat is mijn persoonlijke professionele mening. Dat is heel gechargeerd hoor. Geschetst heb, dat studenten in groepen met elkaar in gesprek gaan, dat leent zich bij uitstek voor wat kleinere groepen. Het kan natuurlijk wel met 300 mensen. Ik bedoel, alleen dan heb je minstens een flink aantal breakout rooms nodig die je moet gaan maken om in kleine groepjes op elkaar te zetten. Op zich kan dat wel, maar dat is verder om niet personeel groot ding. Ja, de surf. Maar goed. Dat zal in een gewoon hoorcollege zal je interactie ook anders zijn. Je hebt dan wel meer de mogelijkheid om af en toe wat te vragen aan de zaal en dan iets terug te laten komen. Mm-hmm. Maar ook daar is het wat beperkter. Ik zou het minder aanraden voor dit soort dingen. Ik zou eerder zeggen, maak een grote kennisclip en deel die met je studenten. En vervolgens ga je in werkcolleges of in kleine groepjes de hybride werkvorm toepassen. Ja. Okay. Ik heb in het hoorcollege mijn input gegeven. Nu wil ik laten zien wat je daarmee kan. Ja. Daar is het veel beter voor geschikt. En bij jouw vak, hè, ik bedoel Engels, daar moet veel gepraat worden. Dat is een kwestie van oefenen, denk ik. Ik bedoel, schat ik even niet. Zie jij... Wat is jouw idee voor de toekomst? Hè? Ik zeg altijd maar, we zijn nou weer in een nieuw jaar. We gaan even het oude jaar proberen zo snel mogelijk te vergeten. Wat kan je nou nog gebruiken aan deze ervaring met dat hybride lesgeven voor de toekomst, voor specifiek jouw vak? Ja, nou ja, wat ik mooi vind, hè, is dat binnen zo'n crisis zorgt ervoor dat er oplossingen verzonnen worden. Dus die technische infrastructuur is enorm verbeterd. Ja. En scholen zijn er ook veel sterker in geworden. Maar voor mijn vak is het heel belangrijk, als docent Engels, dat ik mijn leerlingen, even vanuit het VO-perspectief of MBO-perspectief, laat oefenen met die taal. En dat doe je door te spreken, maar dat doe je ook door situaties zo authentiek mogelijk te maken. Want ze kunnen met mij een gesprek voeren, maar ja, ze weten eigenlijk vrij snel dat ik ook gewoon Nederlands versta. Dus ja, dan wordt de noodzaak gewoon veel minder groot voor ze om in het Engels te spreken. Nou. Die hybride werkvorm, of die hybride mogelijkheden die je hebt, kan er ook voor zorgen dat je rechtstreeks in contact komt met studenten in Engeland. Je kan dus gewoon mijn studenten of mijn leerlingen in de klas kunnen met hun laptop één op één met leerlingen in de klas in Groot-Brittannië aan de slag.
En zeker nu het ook lastiger wordt om naar Groot-Brittannië te reizen zonder visum. Ja, dan is het helemaal een ding. Dus ja, dan heb je toch contact met elkaar, blijft het authentiek en dan ga je ermee aan de slag. Dat is een mogelijkheid die erin zit. Dat is, ja, ik vind het een mooi iets. Tegelijkertijd kan je ook zeggen, nou ja, ik heb leerlingen die thuisgebonden zijn, die niet het huis uit kunnen, om wat voor reden dan ook. Ja, die kan ik wel in mijn les blijven betrekken, daar kan ik wel in meegaan. Dat is een hartstikke mooi iets. Ik kan nog een ander ding erbij toevoegen. Dat is ook iets wat ik nu, waar ik zelf ervaring in heb als docentenopleider. Ik heb begeleid natuurlijk ook stagiairs op scholen. Die geven les op scholen. Daar kan ik ook als toehoorder in zitten. Dus ik hoef niet meer per se op locatie op lesbezoek. Ik kan op in een thuis achter mijn laptop een les zien en bijwonen. Oh ja. En vaak gaat zo'n les gewoon zoals die gaat. Als je erbij zit, dan heb je soms misschien ook wel het idee van, ja, nou ja, ik had ook wel even tussendoor wat anders kunnen doen. En nou ja, dat meerdere taken tegelijk. Gaat dat dan zo, stiekem? Nee, dat meerdere taken tegelijk, dan doe je studenten tekort. Ja. Dus dat is wel verleidelijk, hè, om dat te doen. Ja. Je moet echt ervoor zorgen dat je mail op dat moment uitstaat. Ja. Want ja, voor je het weet, dan popt er zo'n berichtje op en denk je, dan word je daarvan door afgeleid. Ja. Maar ik moet wel kunnen zien wat mijn studenten doen en dat kunnen horen. Dus wat dat betreft vind ik dat niet echt een optie. Als ik 30 studenten moet observeren, niet tegelijkertijd, maar in zijn totaliteit. Ja, ik kan het nu wel meer op één dag doen, omdat ik niet gebonden ben. Ik heb geen roodstijd. Ja. Dus dat helpt gewoon enorm. Ja. Dus dat is wel een extra ding. Ja, mooi. En inderdaad ook sommige studenten die verder weg wonen, die kan je op deze manier ook hun reistijd besparen. Dus dat hoor ik van studenten wel echt als positief van deze verschrikkelijke tijd, hoor. Dat ze die optie toch ook wel prettig gaan vinden. Nou, ik heb allemaal hele mooie positieve dingen gehoord over hybride lesgeven. Daar ben ik echt heel blij mee. Mooie, ook praktische oplossingen. Dankjewel voor het gesprek. Het was heel leuk. Ik hoop je ooit nog eens een keer echt te zien. Ja, dat komt vast goed. Nog een keer. Dag. Oké, dag.